Kofi, de leider van de slavenopstand op Burbies, het huidige Guyana, had revolutionaire ideeën. Dit was een van de markante uitspraken van Marjoleine Kars, geschiedenisprofessor aan de Massachusetts Institute of Technology, zaterdag tijdens haar boekpresentatie. Bloed in de rivier is de Nederlandse vertaling van Blood on the River, A Chronicle of Mutiny and Freedom on the Wild Coast, dat in 2020 uitkwam en waarmee ze diverse prijzen won. De wetenschapper geeft aan dat Kofi probeerde te onderhandelen met de Nederlanders om een eind te brengen aan de oorlog die op 27 februari 1763 begon in het gebied. We hebben best veel brieven van Maronleiders in Suriname, maar ook in Colombia, in Jamaica, in Brazilië. Maar we hebben niet heel veel brieven van mensen die in actieve gewapend verzet zijn. En die zulke, ja, hoe zal ik het zeggen, gewaagde en zelfs revolutionaire ideeën hadden als Kofi. En ik kom daar natuurlijk zo meteen nog op terug. En vooral die brieven geven ons ook een hoop inzicht in de intellectuele geschiedenis van mensen van Afrikaanse afkomst in de nieuwe wereld. De professor geeft verder aan dat het slavenbestand van Burbies veel kleiner was dan dat van Suriname. De opstand in Burbies was ook de eerste grote georganiseerde slavenopstand in de Amerika's. 10 jaar of zo voor de opstand begon, was het leven in Burbies nogal extra ingewikkeld, omdat er natuurrampen waren, aanhoudende droogte, misoogsten, dodelijke epidemieën. En die veroorzaakten extra honger en ellende onder de slaafgemaakte mensen. En dat wordt nog verergerd, omdat de voorraadschepen die normaal voedsel uit Nederland brachten, door de Zevenjarige Oorlog, die woede van 1756 tot 1763, die werden die schepen verstoord. Dus werd er minder eten ook naar Burbies gebracht. En de opstand die begon dus. De opstand begon op een zondag, zoals de meeste opstanden, in februari van 1763. En het verspreidde zich heel snel. Naast de presentatie van Kars is ook het boek van Mark Pont, Plantage Alkmaar, Alkmaar in Suriname, 1745 tot heden, gepresenteerd. Het evenement is georganiseerd door het Nationaal Archief Suriname in samenwerking met de studierichting Geschiedenis van de faculteit Humanoria van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.